als je daar sec naar kijkt, even los van wat er nog in de context voor conflict zat, is het eigenlijk verkeerde plek, verkeerde tijdstip en de verkeerde ruzie. Dat was geen althans wat we er nu van weten, geen situatie waarbij we op voorhand, dat het een geplande liquidatie is, waarbij voorverkend is, wat gaan we doen, et cetera. Dus het is allemaal zeer ernstig. Ja, en dat was dus, Biggie Dogge was inderdaad een rapper die bij Station Sloterdijk is neergeschoten, hè? Naar aanleiding van een feest. We zitten nu wel op 8 geweldsdoden dit jaar al. Dan zit je al bijna aan die 11 van vorig jaar. En het is niet lineair, maar maakt het zich daar dan wel zorgen over? Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Als het 11 zijn, en we hebben elkaar al eens eerder gesproken, dan loop ik ook niet de polonaise over het feit dat we geen moordstad zijn. Omdat ik weet, dit zijn ook de wet van de kleine getallen. Want ook omdat ik weet, dit zijn, als het niet is dat het bijvoorbeeld in een cluster zit van zware georganiseerde criminaliteit die een veten met elkaar moeten uitvechten, zijn dit de variabelen. Ja, dat klinkt, bedoel ik niet zo technisch, maar dit zijn dan de variabelen die in een grote stad kunnen voorkomen.